Erwin, ik heb net de opstelling gezien. Een wijziging ten opzichte van vorige week. Heerkens erin. Kun je dat uitleggen? Ja, zeker. Freek doet het prima op de trainingen. En die laat zien dat hij graag wil spelen, dat hij erin hoort. Fernando heeft een iets ongelukkigere periode, dus vandaar. 3-5-2, de vleugels zijn heel belangrijk. Wat moeten ze anders doen dan vorige week? Nou, ze moeten in eerste geval zorgen dat ze in eerste instantie aanspeelbaar zijn. Dus daar moeten ze meer energie in stoppen. Vorige week stonden ze veel te veel achter de vleugels van Den Haag. Dus daar hebben we het uitgebreid over gehad. En ze moeten ieder moment dat er is, moeten ze mee in de aanval. Dus veel meer dan vorige week. Het gaat om veel om initiatief nemen, lef tonen. En dat zijn best lastige dingen als je 4 keer hebt verloren. Maar dat moeten we wel laten zien. Ja, want hoe is het in de koppies? Ja, we zijn er klaar voor. We zijn gefocust. We hebben heel hard gewerkt deze week en veel gesproken. Alleen ja, hoe het dadelijk om 19:15 is en hoe we ermee omgaan, dat weet ik niet. In hoeverre speelt kunstgras een rol in ons spel? Ja, dat speelt wel een rol, maar ja, daar heb je geen invloed op. Dus daar kunnen we uren over praten. Maar we hebben vorig jaar ook goede wedstrijden gespeeld op kunstgras. Dus dat moeten we nu ook doen. Succes. Dankjewel.